regering moet meer aandacht besteden aan het prijzenbeleid in de winkels. PL-volksvertegenwoordiger Evert Carto zegt dat burgers de snelheid van de prijsstijgingen niet meer kunnen bijbenen. De financiële situatie in het land maakt dat sociaal zwakkeren nauwelijks nog het hoofd boven water kunnen houden. Carto wil dat de regering beter ingaat op het sociaal vangnet dat zal worden toegepast. Het is een goede zaak dat de regering noodzakelijke bezuinigingen wenst door te voeren. Maar wij kunnen de keiharde realiteit niet negeren. We kunnen het volk niet verder verarmen, voorzitter. Het wordt al ontzettend veel ingeleverd. Er wordt al ontzettend veel ingeleverd. Hoeveel moet de bevolking nog inleveren? Voorzitter, als wij geld nodig hebben voor het herstel, voorzitter, moeten wij dat niet doen door het volk nog meer te belasten. Door de zorg op hun schouders, de zorg op hun schouders is al zwaar genoeg om nog meer daarop te plaatsen en dit is onacceptabel. Al deze verhogingen zorgen alleen maar voor meer stress en frustratie. Mensen doen de raarste dingen om te overleven met alle gevolgen van dien. Carto wijst er ook op dat als de situatie zo verder gaat, niet alleen COVID, maar ook honger een van de belangrijkste doodsoorzaken zal zijn. Dat is geen prettig beeld. Dus hoopt Carto dat de regering snel iets hieraan doet. De focus moet nu gericht zijn op de inkomsten die het land al jaren misloopt. Dan heb ik het hier over de illegale hout- en mijnbouwsector. In het binnenland hebben wij tal van illegalen die al tig jaren bezig zijn onze rijkdommen weg te dragen zonder op enige wijze bij te dragen aan de staatskas. Wij lopen hier al zoveel inkomsten mis. Voorzitter, welk initiatief zal de regering nemen om deze sector aan te pakken? Aldus de PL-volksvertegenwoordiger vandaag in de Nationale Assemblée tijdens de behandeling van de staatsbegroting 2021 en het herstelplan 2020-2022.